Welkom bij de allereerste Meta-podcast van NWTV hier op, nou waar je eigenlijk ook luistert, iTunes, Spotify, Soundcloud, op de website. Mijn naam is Jeffrey, aan de andere kant van de microfoon zit Dennis. Dennis, welkom. Dennis is mijn co-host. Dennis en ik gaan vanaf nu de Meta-podcast, of als je nog een betere naam weet, mag je het natuurlijk altijd laten weten, presenteren. En we gaan even beginnen, wat mij betreft in ieder geval, met onszelf voorstellen. Nou, de meesten kennen mij wel. Ik speel vanaf de allereerste dag, uit mijn hoofd is dat 6 juli 2016, Pokémon Go. Heel toevallig dat iemand mij erop attendeerde dat ik hem, ik heb een iPhone, dat ik hem via een Australisch of een Nieuw-Zeelands account kon downloaden. Ik ben 3 uur bezig geweest om dat account aan te maken voor mijn gevoel, maar uiteindelijk is me dat gelukt. Ja, en ik ben vooral bezig met het verzamelen van Pokémon en goede Pokémon. Dennis? Yes, ik ben Dennis en ik ben ook al vanaf het begin af aan bezig met Pokémon Go. Het is zelfs zo dat voor Pokémon Go ik nog een prepaid telefoon had. En toen kwam Pokémon Go, toen had ik zoiets van oké. Okay, ja. Oh, dat wist ik. Ik ken je al best goed, hè? Dat weten de luisteraars nu ook. Ja, maar precies. Dat wist ik helemaal niet. Ja, nee, ik had nog geen nood aan internet op dat moment. Ik had zoiets van, ja, weet je, ik gebruik overal wifi. Voor de rest boeit het me niet. In de trein heb ik ook geen internet nodig. Ik gebruik gewoon een van mijn handhelds. Dus ja, ik had nog geen internet nodig. Maar toen kwam Pokémon Go. Ja, oké. Okay. En ik was zo flabbergasted door het feit dat je een prepaid had. Maar heb je daar ook verteld wat je leuk vindt? Ik ben vooral bezig met PvP op dit moment. Daarvoor was het wel gewoon alles vangen, shiny hunten. En momenteel is PvP wel echt een groot ding bij mij. Oké, okay. Nou ja, dat is het voor mij enigszins. Maar ja, voor mij is PvP, ik vind het wel leuk. Maar eigenlijk op het moment dat ik rank 7 of misschien 8 haal, dan haak ik meestal wel een beetje af. En dat komt ook omdat ik moet er te veel tijd in stoppen om het echt goed te gaan doen. En dit seizoen heb ik ook nog niet gespeeld hoor. Maar rank 8 vind ik wel iets. Daar krijg je Rufflet. En ja, die vond ik het dan in ieder geval 2 keer waard. Maar die heb ik nu 2 keer. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje klaar mee. Ja, precies. Alleen nog maar voor die elite TM. Maar heb je dan wel allebei de geslachten van Rufflet? Oh ja, maar ik verzamel niet de geslachten. Ik vind dat zo'n ding. Maar het staat in je Pokédex. Ja, dat is zeker waar. Ik heb geen idee. Dat is het mooie van een podcast, hè. Ik kan gewoon mijn telefoon erbij pakken. Zal ik eens kijken? Ja, precies. Anders dan mag je toch nog een keertje gaan strijden voor rang 8. Eens even kijken. Dit is, waar staat dat? Daar. Dit is een mannetje. Nee, ik heb 2 keer een mannetje. Ja, die ruil ik wel met iemand. Komt goed. Ja, nou ja, maar nou, anders heb ik er wel weer genoeg. Want ja, ik ben natuurlijk veel vaker rang 8 geweest en heb aardig wat Rufflet. Ja, precies. Nou ja, heel goed. Heel goed. Dat, als we elkaar zien. We zijn geen lucky friends op dit moment. Dus dan zouden we dat inderdaad kunnen doen. Alhoewel we vaak ook genoeg shinies te ruilen hebben. Zeker weten. Ja, maar Rufflet is geen special trade. Dus dat nee, dat klopt. Dat is zeker een goed punt. Oké, okay, nou, mooi. Dan weten de kijkers. Ik ben zo gewend om voor een camera te zitten dat we hebben net dit voorbereid. En daar heb ik een paar keer kijkers opgeschreven. Daar heb ik dan weer terug de weg zitten halen. De luisteraars. Die kunnen dan in ieder geval weten wie wij zijn. Misschien ook nog wel even leuk op te vertellen. Hebben we het niet over gehad. Maar leek mij niet onhandig. Mijn Instagram is Jeffrey van Geel. En die van jou? @PokemonGoPixNL. Nou moet ik wel zeggen dat die al heel lang niet meer is geüpdate. Dat viel mij ook op. Ja, toevallig kreeg ik de afgelopen week weer een aantal nieuwe volgers. Waarschijnlijk omdat jij me had getagd. Of eigenlijk waarschijnlijk, dat is zeker weten zo. Ja. Ik heb er echt al heel lang niks meer mee gedaan. Alleen maar puur eigenlijk omdat het hele het vette vond ik vooral foto's maken van Pokémon wanneer ze tegenkwam. En toen kwam de camera-update, waarvan veel mensen dachten, oh wauw, nu kan je helemaal los. Nu kan je overal een foto van maken. En ik had op dat moment juist zoiets van, ja, nu kan ik altijd, wanneer ik maar wil, een foto maken van een Pokémon. Dat haalt wel een beetje de magie weg van, oh, ik vind hem op een bepaalde locatie, dus ik maak er nu een foto van. En toen is het eigenlijk een beetje kapot gegaan bij mij.
Nou, wat ik heel bijzonder vond bij jou ook was dat jij durfde shinies op het spel te zetten door AR aan te zetten. Op momenten dat ik doe dat op community, deden we de eerste drie nog niet. Laat staan bij de random shinies die ik vind. Dus dat vond ik wat dat betreft eigenlijk best wel bewonderingswaardig. En wel echt toffe foto's ook. Want je hebt, we hebben, volgens mij was dat vorig jaar dat we die AR fotoquest hadden van Niantic. Ja, volgens mij wel, ja. Vond ik ook best wel een leuke kwestie. Je had ook echt hele toffe dingen geschoten. Volgens mij was het een beken op een schommel of zo? Nee, ik heb wel een foto van Abra op een schommel inderdaad. Oh, Abra. En, ja. Toevallig op vakantie op camp zo, was er zo'n maanachtergrond. En daar had ik dan een clavery op gezet natuurlijk. Ja, en voor de rest, qua foto's maken van shinies. Dat was ook altijd best wel spannend, best wel eng. Ik moet zeggen dat ik ook twee shinies ben misgelopen op die manier. Nee, ik wilde het net vragen. Welke ben je kwijtgeraakt dan? Ja, nou, het waren wel twee Community Day shinies, dus het was veel minder erg. Maar het was een Mareep en een Beldum. Die Beldum was wel vrij zuur, omdat het mijn allereerste Beldum was. Dus ja, toen ook zoiets van, oh jee, straks dan lukt het niet. Maar ja, uiteindelijk kwam dat natuurlijk prima goed. Want dat is over het algemeen wel zo op Community Day. Als je maar gewoon de volle uren speelt, dan heb je ze wel. Ja, bijna altijd, hè? Want ik ken mensen die bijvoorbeeld bij Dratini echt gewoon maar twee Dratini hadden. Ja, precies. Dat zijn echte diehard spelers. Ja, nee, dat kan ook zeker inderdaad. Daarom zeg ik over het algemeen, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Dennis, ik ga heel even ingrijpen, even buiten de podcast om. Ik heb het idee dat jouw microfoon soms wat overstuur klinkt. Weet je zeker dat de microfoon jouw input ook is? Ik denk het. Hoe kom ik... Oh, wacht, gewoon bij... Ja, ik ga hem even stoppen, want dan kun je dat volgens mij aanpassen. Ja. Maar dus Beldum en Mareep waren weggerend. Dat is dan minder erg inderdaad. Heb je ooit überhaupt andere shinies laten lopen? Nee. Ik wel een paar keer bang voor geweest, omdat ik dan mijn plus bijvoorbeeld had aangetikt of ingeklikt. Net voordat ik de Pokémon had aangeklikt, dan klikte ik de Pokémon aan en dan zag je, oh, hij is shiny. Nou, dan maar hopen dat hij bleef zitten. En dat bleef hij. Op eentje na, dat was een Onix. Toen boeide me eigenlijk niet zo heel veel, want die had ik toch al genoeg. Maar toch altijd jammer. Ja, ik heb gelukkig, zover ik weet, natuurlijk nooit shinies laten lopen. Het zou kunnen dat het met mijn plus een keer is gebeurd. Wat ik weet is dat een Pokémon maatje van mij hier uit de buurt, die heeft dus zo'n shiny Pikachu met zo'n petje, zo'n zwart petje laten lopen. Die echt maar 2 dagen erin heeft gezeten. Oei, ja, dat is wel echt een van de zeldzaamste shinies. Ja, die heb ik dus gelukkig ook, maar hij heeft hem dus laten lopen. Eigenlijk door wat jij net opschrijft, door je plus per ongeluk in te drukken en hem aan te tekenen. Soms... Meestal als ik aan het plussen ben en ik zie dat ik een Pokémon plus, ga ik hem ook niet meer aanklikken. Want dan wil ik ook niet weten dat ik een Pokémon plus ben. Ja, dat is wel een verschil tussen jou en mij inderdaad. Want ik zou het bijvoorbeeld ook fijn vinden als in de log staat dat er een shiny weg is gerend. Omdat ik gewoon puur wil weten of ik de kans heb gehad op een shiny. Ja, dat is even geweest ook, hè? Ja, dat schijnt zo. Maar ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt, dus... Ja, volgens mij was het echt maar een dag of zo. Volgens mij was het een bug. Oké, nou ja, we hebben ons ondertussen ruim 7-8 minuten voorgesteld. Ik denk dat mensen ons wel kennen. Dit soort verhalen gaan jullie ook nog veel meer horen. Dus op het moment dat je naar deze Pokémon of naar deze Madden-podcast luistert, waarin Dennis en ik het in ieder geval over Pokémon en Pokémon Go gaan hebben en alles wat ermee te maken heeft, zul je ook veel verhalen van onze kant tegenkomen. Wij spelen best wel veel samen, als het kan, als we elkaar zien. Is bijna altijd ook wel gewoon, zijn er veel momenten dat we samen spelen, maar we wonen denk ik 200 kilometer uit elkaar of zo. Dus wat dat betreft spelen we ook veel los. Nou, daar komen ook weer allerlei verhalen uit. Te ver om elke dag samen te spelen inderdaad. Ja, dat is... we zouden kunnen PvP'en, maar dat verlies ik toch altijd. Oh ja, dat vind ik wel leuk. Ja, dat dacht ik wel. Dat is goed bij jou. Even kijken. Dan ga ik naar het nieuws. Even kijken wat er afgelopen week allemaal gebeurd is. Even een heel klein side-note, en dat horen ze als ze deze pilot ooit gaan terugluisteren toch ook wel. Maar mijn idee was om het nieuws tot een week terug te behandelen. En wat ik wilde zeggen is dat ik wil hem eigenlijk, als het lukt, op maandag opnemen. Omdat op maandagavond weinig Pokémon nieuws is. Dus dan loop je het kleinste risico dat we iets mislopen. Maar daar moeten we het nog over hebben. Maar ik ga nu dus vanaf maandag terugwerken. Yes. En dan werk ik terug. En dan is eigenlijk het eerste wat me opvalt, zeker ook als ik met jou aan het praten ben, Dennis, is dat een week geleden op maandag, het vorige seizoen 3 van
de Go Battle League is geëindigd. Bijna, precies. Ja, ik dacht je wilde zeggen dat de nieuwe is gestart. Dan is het seizoen 4, maar nee, je hebt gelijk. Ja, nou, dat klopt ook. Seizoen 4 is daarmee ook gestart. laten we eerst even kort seizoen 3. Wat vond je ervan? Was voor mij een heftig seizoen. Het was sowieso het seizoen waarbij ik voor het eerst op het leaderboard ben gekomen. Helaas wederom geen rang 10 gehaald. En wel, zoals altijd, elk seizoen al mijn battles gedaan. En voor de rest was het gewoon echt alweer heel hard grinden. En elke keer, dan win ik weer 4-1. En dan verlies ik weer 4-1. En dan schiet je eigenlijk niet op. Dus ja, dat. Nee, ja, precies. Ja, ik zei het net al in de introductie. Mijn seizoen was eigenlijk geslaagd, want ik dacht heel erg hard te falen en maar in 7 te blijven hangen. En toen ging ik van 6 naar 7 en toen zag ik dat ik al een 2200 ranking had. Dus toen was ik eigenlijk toch blij dat ik in 8 terecht was gekomen en alleen nog maar 5 gevechten hoefde te verliezen om daadwerkelijk in 8 te komen. En dan 1 winnen voor mijn rufflet. Ja. Dan moet ik blijkbaar nog een vrouwtje, volgens Dennis. Uiteraard. Meningen verschillen. Even kijken, dan hebben we het gehad over de beste Pokémon, tenminste op MWTV, maar daar gaan wij straks in jouw PvP-stukje nog even over hebben, dus dat wil ik even overslaan. Vorige week dinsdag is Mega Pidgeot bevestigd. Dat zag iedereen wel aankomen, hè? Ja, sowieso. Veel mensen hebben ook zoiets van, nou, dat doet Niantic toch wel wat mensen ook doen. Nou zullen ze daar ook misschien wel gelijk in hebben. Hoor. Misschien dat Niantic ook gewoon altijd wel de bonus unlockt. Want ja, het betekent ook gewoon geld in het laadje voor Niantic. Maar zelfs al hadden ze dat niet gedaan, dan hadden we het wel gered met z'n allen. Want 2 miljoen raids moesten er gedaan worden, geloof ik. Nou, ja, wel mega raids. Dan wel specifiek mega raids. Nou, die zijn wel over het algemeen iets minder populair. Maar dan nog, je hebt zoveel miljoenen spelers. Dat is, nee, daarom. Ik was er ook niet bang voor. Ik denk dat, want als iedereen er één had gedaan, dan waren we by far er al voorbij. Dus ik was er inderdaad ook niet bang voor. Ik heb begrepen, in Pokémon is het inderdaad nog nooit gebeurd. In Ingress is het een keer gebeurd dat de spelers hun doel niet hebben gehaald. Ergens zou ik het ook wel een keer fijn vinden dat Niantic daarmee in ieder geval laat zien van, hey, als jullie het niet halen, dan halen jullie het niet. En dan is het jammer, omdat nu inderdaad de standaardreactie is, we halen toch wel. Ja, precies. Nou, denk ik, maar ja, zelf heb ik er gewoon wel het vertrouwen in dat we daadwerkelijk het altijd hebben gehaald. Maar ja, bewijzen kun je dat toch niet. Nee, maar de doelen zijn ook, denk ik, altijd, en zij zien heel goed in de data van, oké, 2 miljoen mega raids, hey, als zouden we de zet moeten doen, halen ze het waarschijnlijk ook. Dus ik denk wel dat ze zich daarop afstemmen. Inderdaad. Ja. Ben ik met je eens. Dan eerst volgende noemenswaardige nieuws is dat, daar heb jij dan niet zoveel aan, maar dat iOS 14 verscheen op woensdag en daarmee gelukkig ook eindelijk Pokémon Go werd ondersteund binnen iOS 14. Er is veel gezeur over vanuit de community, maar Niantic heeft heel bewust blijkbaar de beta niet ondersteund. Nou, dat is natuurlijk een keuze. Met versie 0.187 is ook wel, die open ik even dat bericht, want dan kan ik aan de buitenkant niet zien wat er ook weer extra bij is gekomen. Oh ja, er zijn een paar bugfixes gekomen. iOS 14 ondersteunt. Evolve Mega is toegevoegd als zoekterm. Delivery-box verdwijnt. Meltonbox geeft geen roze rook meer. Ja, niet heel spannend. En in de Datamine, dat is deze. Ik kan ook nog wel even kijken wat daarin stond. Oh ja, Gust is toegevoegd als aanval, maar nog niet qua statistieken. Even kijken hoor. Ja, inmiddels is die er natuurlijk wel, de statistiek van Gust. Ja, absoluut. Als we het daar dan toch over hebben, wat vind je daarvan? Ik weet het nog niet zo goed. Tot nu toe heeft volgens mij ook echt alleen Pidgeot hem. De move zelf is op zich wel oké. Okay. Hij is ietsjes beter dan Wing Attack. En voor de rest heeft Pidgeot er gewoon niet zoveel aan, omdat Pidgeot niet super goed is. Heb ik gelijk een vraag, Dennis? Ja. Want ik heb mijn allerbeste Pidgey van de week per ongeluk. Nee, dat was niet per ongeluk, maar die heb ik geëvalueerd naar een Pidgeot. Stomme hoofd. Ik zat daarna gelijk te balen. Dus ik heb van het weekend ook maar de Elite box gekocht. Ah. Waar de vaste attack in zit. Is die het waard? Absoluut niet. Oké, okay. Nee, maar dan ga ik het niet doen donderdagavond. Nee. Of na donderdagavond. Nee, ik dacht eventjes, sorry. Ik dacht eventjes dat je het over de box had. Maar, de box vind jij het waard, want jij koopt hem altijd. Dat is niet waar. Nee. Ik heb hem de afgelopen 3 keer niet meer gekocht. Omdat de eerste paar keer wel. Omdat ik echt heel graag die TM's wilde hebben voor PvP. Maar momenteel heb ik zoiets van, ja, die box is zo slecht. Laat maar zitten. Tenzij ik ze echt heel hard nodig heb. Dat is momenteel niet meer het geval.
Nee, precies. Maar de move is de move het waard om op een Pidget te Elite TM'en? Ik zou zeggen van niet, nee. Oké, okay, nee, dan ga ik dat ook niet doen. Dan bewaar ik hem mooi nog even. Ik heb nu twee Elite Charged en twee Elite Fast TM's. Ja, dus, ik zou zeggen, evalueer vooral een paar Pidgey met de move. En misschien dat je hem dan kan lucky traden met iemand. Dan heb je misschien ook wel gewoon een hele goede. Ja, nee, dat is zeker ook een goede tip. In het algemeen vind ik dat. Terug naar de data mine. Oh ja, dat er 20 nieuwe outfits waren gevonden voor Pokémon. Nou, daar hebben we natuurlijk volgens mij gisteren het Longchamp event voor gekregen. Ja. Waar allemaal rotzooi in zit. Ik vind het echt niks hoor. Nee. Ik spaar ze wel over, want ik ben echt een verzamelaar zoals ik in het begin zei. Maar ja, vooral deze worden wel echt wel weer heel na. Want je weet bijna zeker dat deze weer niet meer terug gaan komen. Net als die Pikachu met die speciale hat. Ja, en omdat het er nu zoveel zijn, wordt het echt wel naar. Ja, nee, ben ik met je eens. Gelukkig heb ik 3500 ruimte. Ik moet trouwens opruimen, zag ik net. Maar dat is iets voor een andere keer. Verder. Oh ja, dat er dingen naast Mega Energy komen. Ja, het was niet zo heel spannend. Ik vond het een redelijk saaie update. Dat is prima. Door naar het volgende. Ja, het was Retouwer natuurlijk vorige week woensdag met Cresselia. Heb ik niet gedaan. Ik was op vakantie. Ik heb er volgens mij 1 of 2 op afstand mee gedaan. Ja, precies. Ja, ik had de 2 gedaan van mijn 2 gratis pasjes. Een paar mensen uitgenodigd en dat was het. Ja, precies. We gaan woensdag nu gaan we wel Articuno is natuurlijk sowieso de Mystic Pokémon. Is altijd wel leuk om te doen. En zeker ook, want die tip las ik vandaag op Reddit, met het oog op Galarian Legendaries, is het misschien ook nog wel. Ja, we weten daar de statistieken natuurlijk niet van, maar waarschijnlijk is de candy wel hetzelfde. Dus daar zou het misschien nog wel goed voor zijn om in ieder geval vast wat candy te hebben. Ja, dat is waar inderdaad. Ja, nou denk ik, nou is het sowieso op zich wel nuttig om nu Articuno te raiden, want hij heeft nu Hurricane. En Hurricane is best wel goed. Ja, dat is zeker ook een goede tip. Even kijken, dan hebben we Tri-Attack was toegevoegd. De statistieken dan weliswaar, daar nog iets over? Ja, op zich is de move best oké. Vooral naar de buff dan, want hij was eerst dat hij 20% kans had, geloof ik, om de attack van je attack en defense van je tegenstander omlaag te gooien. Dat is nu opgehoogd naar 50%, wat hem gewoon echt wel een aardige move maakt. Het nadeel is alleen Porygon heeft hem natuurlijk, of Porygon Z eigenlijk. Ja. En die is simpelweg veel te fragiel om te gebruiken. Ja, ik las inderdaad al, zoals ze dat noemen, een glass cannon. Ja, zeker weten, maar dan niet eens een goede glass cannon, helaas. Nee, precies. Wat ik zelf wel grappig vond, ik heb me dat eigenlijk. Ik wist wel dat de 3 grassvorm shinies nog pas veel later zijn toegevoegd, überhaupt in februari toen Pokémon Home uitkwam. Maar ik had me niet beseft dat die nog niet in de code zaten. Die zijn dus ook toegevoegd van de week. En dan, en dat wisten we natuurlijk wel, dat Jesse en James gaan verdwijnen. Dat vind ik echt, dat slaat nergens op. Laten we daar eerlijk over zijn. Ja, helemaal mee eens. Ja, ik vind het ook wel echt ontzettend jammer. Het is misschien wel een van de leukste ballonnen die je tegen kan komen. Ja. Zowel hoe die eruit ziet en het hele gebeuren. Ja. Maar ook dat je meteen 2 trainers tegen je krijgt. En voor veel mensen ook de moeilijkheidsgraad die best oké is. Omdat het Jesse en James zijn natuurlijk. Ja joh, je slaat met iedere Pokémon er doorheen. Ja, precies. Nou ja, dat is voor veel mensen een verademing. Voor als ze tegen andere Rocket Grunts of vooral de Captains. Ja, teamleaders. Ja, de leaders inderdaad moeten vechten en daar net niet doorheen komen. Ja. Nou, het nieuws was dat die vanaf 22 september om 12 uur 's nachts tot en met 30 september 23:59 extra veel nog in het spel voorkomen. En daarna dus verdwijnen. Ik heb zelf een beetje gespeculeerd op het feit dat ze verdwijnen omdat waarschijnlijk Giovanni weer terugkomt. Lijkt me in ieder geval als je ook het nieuws van eerder dit jaar leest. Volgens mij werd daar gezegd dat hij tot en met september weg zou zijn. Hadden we hem met GoFest, maar verder hebben we hem niet meer gezien. Nee, precies. Tenzij je natuurlijk nog een quest had staan, hè, dan kon je natuurlijk gewoon tegen hem vechten. Maar er was geen nieuwe quest in ieder geval. Ik denk dat dat de reden is. Nogmaals, ja, ik vind het heel jammer. Ik snap het echt niet, maar goed. Okay. Ja, nou, ze komen ook alweer terug natuurlijk. De vraag is een beetje, waarmee komen ze dan terug? Komen ze terug met hun Ekans en hun Koffing? Of komen ze terug met Pokémon uit hele andere gebieden? Ja, nou ja, als je de anime hebt gevolgd, weet je dat ze op latere momenten ook andere Pokémon hebben.
Ik kan me, en dit zou zo'n moment zijn waar ik dat misschien ook wel instart qua audio, maar ik kan me nog zo goed herinneren hoe vaak James wel niet werd opgegeten. Ja. Ja, en sowieso heeft hij altijd een bepaalde band met bepaalde Pokémon gehad natuurlijk. Hij heeft zijn Victory Bell, daar begon het mee inderdaad. Maar later ook een Cacnea die hem knuffels gaf en een Marini. En volgens mij waren er nog wel een paar. Ja, ja, cool. Dan even kijken, zitten we vrijdag? Was er nog iets interessants? Oh, ja, ze zijn... De Pokémoners, de bekende dataminers uit deze wereld, die hadden... code gevonden rondom de Evolution Quests. Vind ik wel een interessante. Ik ben ook heel benieuwd of ze daar de Mega Evolutions voor gaan gebruiken. Daar is geen bewijs voor. Wordt wel op gespeculeerd. Zou ik wel logisch vinden, want ja, ik vind nog steeds de Mega's... doen de Mega's geen eer aan. Ik moet daar wel gelijk aan toevoegen. De tijdelijkheid snap ik helemaal, want dat is gewoon in de originele games ook. Ja, anime ook. Dus daar sta ik 100% achter. Maar ik vind wel dat het, zeker als het je best buddy is bijvoorbeeld, dat het gratis moet zijn. Ja, nou, ik vind de tijdelijkheid vind ik absoluut helemaal waar. Maar misschien dat de tijdelijkheid meer iets moet zijn als in je kunt hem... maar eens in de zoveel uur kun je hem activeren. En dan blijft hij wel een flink aantal uur... Stel je voor, je kunt hem 24 uur bijhouden en dan heeft hij een cooldown van 24 uur. Ja, bijvoorbeeld, ik las inderdaad ook op Reddit zag ik een voorstel van iemand inderdaad van dat je altijd die initiële kosten moet betalen. Dan heeft Niantic ook zijn dat geld. Dat sowieso, ja, eens. Nou, vind ik ook prima. Hè? Ik snap best wel dat het spel geld op moet leveren. En als je geen geld eraan wil uitgeven, dan moet je dagelijks pasje gebruiken. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En dat je dan inderdaad afhankelijk van je buddy status hem inderdaad vaker of minder vaak voor een bepaalde tijd kunt evolueren. Gelezen. Nou goed. Ja, helemaal mee eens. Inderdaad, ja, voor de rest zijn de Megas gewoon zwaar onmega. Ik heb er tot nu toe alleen nog maar eentje geëvolueerd. En dat was de Beedrill, omdat je daarmee die questlijn kon voltooien. Ik weet niet hoeveel jij zit, maar... Twee, want ik heb ook Charizard geëvolueerd. Omdat wij een dag... alle Mega Candy hebben verzameld. En daar ben ik later eigenlijk voor gestraft. Hè, want ik als Diehard-speler wilde dus in het begin veel Candy verzamelen. En nu kreeg je veel meer, maar goed. Het gaat. Omdat we natuurlijk ook tegen Venusaur kwamen. Dan is die Charizard wel weer nuttig. Dus die die heb ik gemaakt. En inderdaad Beedrill. En ik ga deze week ergens weer een nieuwe maken. Omdat we met de nieuwe questlijn er weer eentje moeten maken. Oh echt? Oh, dat wist ik nog niet eens. Oh ja. Spoilers. Nee, sorry, bij deze. Ik zal volgende keer, let op Dennis, spoilers, oren dicht. Ja, precies. Even kijken. Dat was niet zo interessant. Vrijdag kon je ook een ticket kopen. Doe je dat überhaupt, tickets kopen voor de Community Day? Ja, die euro-tickets van de Community Day, die koop ik eigenlijk altijd wel. Sowieso is het natuurlijk, het is maar een euro. Ja, weet je, als je het allemaal bij elkaar optelt, is het toch wel weer wat meer. Maar ja. Voor de rest vind ik het altijd wel geinig. Het zijn weer een paar extraatjes. Beetje bonus Stardust. Niks wat je niet kan missen, maar wel geinig om erbij te hebben, vind ik. Ja, eens. En de Poffin is eigenlijk altijd eentje. Die activeer ik ook vervolgens tijdens Community Day. Om een buddy nog wat extra te hebben. Ik vind het inderdaad altijd wel nuttig. Ik koop hem in ieder geval ook altijd. Ja die Poffin die heb ik tot nu toe nog maar één keer geactiveerd. En dat was omdat ik toen daadwerkelijk de zoveel uur heb gespeeld. Vervolgens heb ik de afgelopen Community Days eigenlijk niet zo heel veel gespeeld. En daardoor vond ik het ook niet waard om de Poffin te activeren. Nee, precies. Oké, dat snap ik. Nou, ik denk dat ik het nu voor het eerst achteraf ook spijt van had. Dat ik dacht van, ik heb volgens mij zelfs 3 uur liggen slapen tijdens deze community. Ik was echt moe. Ja, zoiets inderdaad. Zou wel leuk zijn trouwens. Eens. Nee, en ik moet daar nog iets op verzinnen met eieren, denk ik. Ja. Even kijken, dan de statistieken van Gus waren inderdaad gevonden. Daar hebben we het net over gehad. En de Tritex-statistieken waren aangepast. Ook over gehad. Zondag was dan Community Day. Daar hadden we het net natuurlijk even over. Hoeveel shines had je, Dennis? Ik zal eens even kijken. Was het zo dat ik het eerste uur heb ik niet gespeeld. Toen was ik laat uit bed. Dus ik was gewoon nog lekker aan het ontbijten en zo. En toen had ik zoiets van, nou weet je, ik zet hem wel aan en ik kijk wel even iets. Maar ik ga nog niet echt naar buiten ervoor.
En toen na een uur had ik nog steeds geen enkele shiny. Dus toen ik zoiets van, nou, oké, weet je, ik ga wel gewoon even een rondje lopen en dan kijk ik wel. Nou, een kwartier later, toen had ik er al 3. Dus toen zei ik, oké, mooi, ik ben alweer klaar. Ja. En in totaal heb ik er 13 gevangen. En ik heb dus echt gewoon heel casual gespeeld. Ja, ik heb er 20, zag ik net. Ik heb het eerste half uur ben ik gaan rondlopen. Daarna ben ik met de Romy gaan lunchen. Zijn wij naar een lunchtentje gegaan die tussen 3 stopjes in zit. Dat doen we de laatste tijd wel vaker. Kan ik mooi de lures aanzetten en doorspelen. En daarna ben ik gaan slapen. En heb ik nog een uur, het laatste uur, op mijn Incense gespeeld. Vanuit de auto op mijn Plus. Omdat mijn schoonmoeder die at hier afgelopen zondag. Dus die ben ik gaan ophalen. En in totaal heb ik er dus 20. Dus dat sloeg ook nergens op. Maar nee, dat is helemaal prima inderdaad. Ik had er al 29 minuten. Dus ik was er eigenlijk ook al helemaal klaar mee. Ja, en de bonus was voor mij ook niet interessant. Want ik ben echt al 4,5 keer level 40 of zo. Dus ja, het was allemaal niet... Ja, eens. Ja, nee. Dat, kijk, als de bonus Stardust is, dan wil ik er best voor gaan lopen. Ja, met die karp heb ik 6 uur lang ben ik rondjes gaan rijden met mijn Plus aan. En daar heb ik volgens mij had ik 5,5 ton aan Stardust. Ja, daar heb ik ook wel flink wat voor gelopen. Maar ja, niet de volle uren, omdat ik anders in mijn eentje aan het lopen was. En dat vind ik toch wat minder gezellig. Ja. Maar ik ben in ieder geval wel een stuk meer gaan lopen dan bij de standaard community. Deze bij de bonus niet zo boeiend is. Even kijken dan qua nieuws. Maandag was in eerste instantie echt een hele saaie nieuwsdag. Was er ook weinig nieuws. En toen kwam er ineens s'avonds, nou, ik begon er net al even over. Ik zal hem ook even openen. Het Longchamp Event. Nou, ze hebben het niet echt een naam gegeven. Maar wat is het Longchamp Event? Nou, let op. Speciale Pokémon dragen pakjes. Also known as costumes tijdens het event. Smoochum hatched 7 kilometer eieren met een strik. Tenminste, ja, het was een boot. Dat is volgens mij vrij vertaald een strik. Ja. Keerlea, die uit Raids komt, draagt een hoge hoed. En heeft als aanval Draining Kiss. Is dit, nou, jij bent van de aanvallen, Dennis. Is dat iets? Ja, maar het is Keerlea. Ja. Dus het tenzij die naar Gardevoir of misschien zelfs Gallade vertaald wordt, maakt het niet zoveel uit, denk ik. Ja, ik heb niet echt de stats van Keerlea bekeken. Misschien dat het wel iets kan zijn in Great League, maar ja... volgens mij niet. Daar moet ik me nog in verdiepen. Dan Shinx uit Raids draagt een hoge hoed. Ja, who cares? Maar goed, zul je zien dat ik die shiny krijg. Ik heb nog geen shiny Shinx, maar die zal dan wel weer shiny zijn. Dat is wel tof. Ja, dat is ook wel tof. Ik bedoel, ik zou hem wel willen ruilen voor een van mijn normale shinies, hoor. Ik helemaal niet. Nee, dat zou ik dan inderdaad ook weer niet doen. Je hebt gelijk. Krogunk met een omgekeerde pet of een backwards cap stond er volgens mij, komt uit fotobombs en zeer incidenteel ook in het wild. Nou ken ik Niantic en zeer incidenteel in het wild valt meestal wel mee. De zeer incidentele Pokémon in het wild zijn vaak minder zeldzaam dan dat Snorlax in het begin was. Nou, weet ik niet hoor. Ik bedoel, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld... Nou ja, een Gibble, die kwam nog wel redelijk voor in dat evenement. Maar ja, redelijk hoor. Ik vond hem ook niet super, super common of zo. Nee, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Emolga... Ik weet niet hoe vaak je die hebt gezien. Ik heb er volgens mij 6 of 7 gewoon random gevangen. Oké, wauw. Ja, ik ben er dus echt daar maar 2 of 3 van tegengekomen tijdens dat hele evenement. Oké, ja, en ik ben er niet eens op gaan rijden of zo. Ik heb ook niet iemand gevraagd om mij te waarschuwen als er ergens in zit. Ja. Maar ik heb er een paar. Ik heb er meer gehad dan Swaddle. Die had er dus maar 4 of 5. Die heb ondertussen wel wat meer, maar... En daar had ik er dus wel weer echt gewoon genoeg van. Ik denk een stuk of 20. Oh nee, daar kwam ik echt van tekort. Cotton, die had ik wel genoeg. Was echt gewoon bizar. Oké. Nou ja, goed. Het blijkt dan misschien dat het dan toch een biomeverschil is van 200 kilometer. Nou, wie weet. Ja. Even kijken. Verder in het evenement. Mareep, Skitty, Roselia, Cricketot, Krokunk dus. Blitzel, Cotony, Mancino, Gotita en meer komen meer voor in het wild. Nou, dat is op zich wel leuk. Vooral ook omdat Cricketot shiny wordt voor het eerst. Niet een bijzondere shiny, vind ik in ieder geval. Maar... Nou, het is al een heel stuk beter dan Ledyba. Ja, dat is zeker waar. Ik heb die niet shiny, maar ik denk dat ik ook moet niet kijken. Ja. Dat heb ik de afgelopen tijd met meer gehad. Dus daar kan Niantic niks aan doen. Hè. Mensen lopen wel eens van, hadden ze niet een betere kunnen bedenken bij Niantic? Ja, klopt. Niantic bepaalt dat niet. Het is al jaren zo. Ja, ja, je zou toch denken dat de Pokémon Company daar misschien dan toch eens een keer iets aan moet doen. Sommige Pokémon zijn ook een beetje aangepast. Sommige shinies. Ja?
Even denken. Nou ja, Gengar is de slechte manier aangepast. Want die was, voorheen was hij echt zwart. En die is nu dus meer dat, ja, soort van donkerblauwig-achtig gebeuren. Zodat je het bijna niet ziet. Nee, dat klopt. Dus ja, die is wel echt op de verkeerde manier aangepast, naar mijn mening. Ja, en er waren er nog een aantal. Er waren ook een aantal die waren wel echt verbeterd. Maar ik weet zo even niet meer uit mijn hoofd welke dat zijn. Oké, okay. Nou ja, dit is. We kunnen ook nog wel een keer een leuk shiny filmpje delen, zeg maar, in de podcast. Die, heb ik die niet ooit van jullie gehad? Over, jawel, die hebben jullie mij ooit laten zien. Ja, die is echt geniaal. Die, ja, gaan we nog wel een keer. Die gaan we wel een keer delen. Er zijn twee filmpjes van, dat is echt geniaal. Ja, even kijken, en dan als laatste staat er nog komen speciale field researches. Nou, dat is bijna altijd. Dat is dit evenement ook wat nu gaande is. En we krijgen een gratis longchamp item. En dan vermoed ik dat het die rugzak is die je op de afbeelding ziet. Dat hebben ze niet gezegd. Maar ik heb een mooie Genesect rugzak. Dus die hou ik mooi om. Ik hoef niet. Ik ga wel binnenkort, als het minder weer wordt, ga ik wel weer mijn trui aan doen. Ik heb die Togepi trui gekocht. Want die vond ik echt heel tof. Die ga ik denk ik wel weer aan doen. Ja, precies. Ja, ik heb zelf helemaal geen truien of dergelijke gekocht. Het enige wat ik heb gekocht is een broek, een gewone spijkerbroek. Ja, en een bril dan, omdat ik een bril draag. Ja, maar dat is gewoon discriminatie. Ja. Wij als brildragers mogen dat zeggen. Ik vind dat een bril, als er fashionable brillen in zitten, dat je daarvoor moet betalen, snap ik. Maar wij zijn gewoon brildragers. En wij moeten gewoon, wat was het, 50 cent? Hè? 50 coins, ja. Betalen om te laten zien dat we een bril hebben. Ik vond dat een beetje discriminerend. Ja, het is gewoon lullig. Ja, nou, eens. Heel fijn. Ja. Even kijken, dan het laatste. Gisteravond was er nog de derde Remote Raid Pass box in de store. Ik heb echt veel minder raids gedaan de laatste tijd. Afgelopen week wel weer iets meer. Ik vind het wel chill dat Niantic in ieder geval een paar van die gratis boxen erin. Ja, zeker. Ja, dat doen ze wel echt goed. Nou, dat willen ze natuurlijk ook vooral promoten dat mensen die mega raids gaan doen. Misschien zelfs met het idee van, oh ja, maar je hebt nu zoveel energie en je mist eigenlijk nog maar één raid. Dus dan kan je misschien zo'n betaalpasje eraan uitgeven. Ja, maar als je die drie boxen gebruikt en je doet het drie keer goed, dan heb je Venusaur, Blastoise en Charizard. Ja, Charizard moet je twee keer hebben natuurlijk. Dus ja, dat. En dan heb je nu Pidgeot nog, dus hè. Ja, wat dat betreft kan je het in principe niet alleen maar met die gratis remote raid pasjes af. Maar ja, dat klopt. Maar wel met de gratis gewone pasjes. Ja, tuurlijk. In principe wel. Maar ja, dan moet je ook wel weer het publiek voor hebben. Ja, die remote raid passen, die hebben me echt heel lui gemaakt. Ja, bij heel veel mensen heb ik het gehoord. Ja, dat denk ik ook. Oké, dat was het nieuws in ieder geval tot en met maandag. En dat was wat we hadden besproken om dat te gaan doen. We zijn al flink een tijdje onderweg, dat is prima. En dan zijn we aangekomen. Hè? We hebben een klein draaiboekje gemaakt wat niet heilig is, maar toch in ieder geval in dit geval wel lekker. Bij de Catch of the Week. Ik heb hem nog niet uitgezocht. Heb jij er een uitgezocht? Oi. Slecht voorbereid. Ja. Nee, ik heb hem inderdaad wel uitgezocht. Ik heb een aantal leuke gevangen, maar degene waar ik het meest blij mee ben is was een Pineco. En dan denk je misschien, oh, een shiny Pineco. Nee, geen shiny Pineco. Maar een Pineco met 1 attack, 13 defense en 8... Nee, minder. Ik geloof iets van 7 HP dan. Want dat is namelijk een rang 14 Great League. Ik ben het, ja, dat zal wel weer PvP zijn. Ja, ja, dus daar ben ik wel echt heel, heel blij mee. Ook vanwege de aankomende Halloween Cup. Dus ja, dat is mijn catch of the week. Een Pineco en nu Fortress. Ja, ik zit even te kijken. Ik heb niet echt leuke, interessante dingen gevangen afgelopen week. Want deze is toch ook alweer van 31 augustus. Dat is bijzonder, want meestal vang ik wel veel shinies. Maar de enige shiny naast Porygon die ik in de afgelopen week heb gevangen, of eigenlijk plus moet ik zeggen, is, valt deze nog binnen die week? Ja, die valt er wel Oh, trouwens, de 18e is nog daarbinnen, toch? Ja, nou, ik gebruik zelf age 0-7 om te zoeken. Oh, dat is wel een goeie. Ja, dit, even kijken. Age 0-7. Ja, dan is het allerleukste een shiny Cresselia. Ja, hij had wel prima IV's in het algemeen, namelijk 15, 14, 13, dus dat is op zich nog wel leuk. Ja. Niet dat ik die ooit ga uppen, tenzij die ooit ineens een hele goede aanval krijgt. En wat ik wel grappig vond, die heb ik wel dubbel, maar is een shiny Mime. Is toch wel goed. Ja, maar die is voor, als we ooit evenementen krijgen, weer als GoFest, en je kunt daar ruilen met andere mensen uit de wereld. Ja, zeker.
Ik heb ook een Mime Junior recent gehatcht. Dat is iets langer geleden. Shiny, mijn tweede. Want ik heb er al eentje gehad via trade van een maat van mij. En daar was ik dus wel heel blij mee. Want die is, ja, die ga ik gewoon gebruiken voor een hele toffe Shiny Ray. Ja, zeker doen. Ja, nee, Mr. Mime vond ik ook inderdaad heel leuk om te vangen. Shiny. En dat, ik had hetzelfde idee als jij. Ik bedoel, je kan ze dan gebruiken voor andere regionals. Maar nu ik er 7 Shiny Mr. Mime, heb ik zoiets van, ja, het hoeft niet meer. Ja, nee, ja, dat snap ik. Het was mijn tweede. Dus... Ja, Oké, dat is wel iets fijner. Even kijken, dan normaal gesproken zou dit het moment zijn, maar dit is natuurlijk de pilotopname, dus die hebben we nog niet, waarin we de vragen van de luisteraars gaan beantwoorden. Laat ik hem in ieder geval nu gebruiken, want we lopen lekker in de tijd om ook verder geen vragen te beantwoorden. Ik wil wel mensen die, en dat gaan we natuurlijk week 1 ook gewoon doen, oproepen om, als je deze pilot ooit terug zou luisteren, want waarschijnlijk gaan we hem ooit wel een keer uitzenden, stuur vooral je vragen in. Dat kan gewoon naar info@nwtv.nl of door mij aan te spreken op Facebook. Dan zal ik, als je dat op Facebook doet, dat mag altijd, je vraag snel beantwoorden, maar ik zal ze ook meenemen hier zo in de podcast. Niet allemaal, wel een aantal. Maar ik zit even te kijken naar de vragen die ik van de laatste tijd heb gehad. Hier iemand die haar geld kwijt was, maar die had op het verkeerde account geld geüpload. Oei. Kan ik niet zo heel veel aan doen. Veel vragen over de trainer battle quest op een gegeven moment. Mensen zitten vooral, die licht ik het dan deze keer nog wel even uit. Mensen lopen er vaak, je hebt een quest, ik weet niet meer of het voor Mew of voor Melton is, maar battle het teamleader. En mensen denken vaak dat ze tegen de Rocket teamleaders moeten vechten. Maar dat is dus tegen je eigen teamleader, die ergens ooit prominent in beeld stond, maar nu verstopt zit onderin de Go Battle League. Ja, klopt, ja. Maar daar staan, hoe heet ze ook weer, Candela, hoe heet die andere twee weer? Hoezo weet ik die van Veller wel? Dat is echt slecht, hè? Maar ik als Mystic speler. Daar weet je nou echt serieus onze teamleader niet? Nee, Spark weet ik ook, maar die van ons, die... Blanche, ja, ik weet het wel. Ja, oké. Best for last. Ja, dat was wel een zeer teleurstellende eerste podcast hier, anders. Ja, staat er notabene precies nog mee op de foto? Ja, met jou en Patrick en Romy erbij, dat klopt. maar die zitten daarin. En dat is inderdaad die Battle Teamleader quest. Dus dat is niet de Rocket Teamleader, maar die gewoon Teamleader. Nou, we gaan dus nu verder geen vragen beantwoorden, want die zijn er niet. Maar heb je die, stuur ze dan naar info@mtv.nl of stuur ze mij over Facebook. Je mag ze Dennis ook sturen trouwens, als je die vindt. Nee, ik ben iets makkelijker terug te vinden. Dennis is die jongen die meestal sarcastische opmerkingen uitlaat. Dan zit je best wel veilig. Of niet, Dennis? Sorry? Hè? Huh? Nee. algemeen Pokémon nieuws was er niet van de week, hè? Geen grote nieuwe dingen, of wel? Nee, volgens mij niet. Geen nieuwe releases voor de rest. Ja, ik bedoel, het evenement wat nu gaande is natuurlijk, heeft op dit moment Doduo als nieuwe Shiny. Maar... Ja, dat is Pokémon Go nog, maar ja. Oh, sorry, Pokémon in het algemeen bedoel je? Oh, ja. Ja, nee, dat maakt niet uit. Volgens mij niet echt, nee. Ja, de Trading Card Game heeft Darkness and Blaze als laatste set. Maar die is inmiddels ook al eventjes uit. Ja. Ben jij al mee aan de slag geweest? Er komt binnenkort een review van. En daar ga je ook nog meer in verdiepen. Dus daar komen we op een later moment zeker nog op terug. Dan is het, en misschien moeten we hier straks een keer een leuk bumpertje van maken of zo. Maar het is tijd voor het PvP-stukje van Dennis inclusief tip, heb ik opgeschreven. Dus Dennis, brand los. PvP gebeuren in seizoen 4 momenteel. Momenteel de Great League. Ik ben elke dag met mijn battles bezig geweest. En ben sinds vandaag rang 8 geworden. Gefeliciteerd. Thank you. Ja, het is evengoed wel een stuk zwaarder dan ik had verwacht. Ook in de lagere ranking. Omdat je, ja, wanneer je meteen gaat battelen, dan kom je gewoon alle beste spelers natuurlijk tegen. Want iedereen begint weer laag. Momenteel 117 gewonnen van de 200 battles. Het is meer dan de helft, maar het is ook echt maar net aan meer dan de helft. Dus nog steeds niet echt top naar mijn mening. Maar ja, hè. Vooral heel veel bezig geweest met een... Vraag je Dennis, ja. Gelijk. Zie je nu je rank 8 bent al wel je ranking? Of zie je nog steeds gewoon alleen maar dat je rank 8 bent? Nee, rang 8. Dat is, vanaf dit seizoen 4, is het pas na rang 9 dat je je ranking krijgt.
Ja, misschien krijg je hem al wel, maar heeft het nog geen invloed? Nee, helemaal niet. Dus iedereen kan met een gerust hart rang 9 worden. Als je maar genoeg vecht, dan kom je er vanzelf deze keer. 200, hè, ongeveer. Ja, zoiets moet je winnen, geloof ik, inderdaad. Ja. Maar ja, daarna begint pas de echte battle voor mij. En dat is weer de road to rank 10. En dat is me tot nu toe nog nooit gelukt. Ja, dan gaat het misschien in het volgende seizoen wel lukken, maar dan gaan we het dan tegen die tijd nog wel blijven. Inderdaad, precies. Ja, even kijken, ja, voor de rest heb ik heel veel getest. Veel met Shadow Victory Bell gespeeld, omdat ik dat gewoon een hele fijne Pokémon is. Extreme Glass Cannon, maar ook echt doet zoveel damage. Zelfs al doet hij neutrale damage met Razor Leaf dan als fast move, dan hakt hij nog steeds door dingen heen. Dus dat is echt wel een hele goede Pokémon. En ja, als tip zou ik denken, vooral in de lage rankings, test vooral heel veel Pokémon uit. En kijk wat goed voelt. Maar zodra je dan de eerste aantal rankings hebt gehad, kies dan in ieder geval één vaste teamspeler. Zodat je daarvan de matchups leert. En hoe hoger je komt eigenlijk, hoe vaster je team moet worden om uiteindelijk of een vast team te hebben, of echt maar één Pokémon te verwisselen voor een ander. Ja, nou, goede tips, denk ik. Ik ben zeker niet zo pro als jij. Wat ik zelf heel fijn vind, zeker ook inderdaad een vast team, dat werkt heel goed. Zorg in ieder geval voor voldoende afwisseling in je team. Want ik kom wel eens mensen tegen die alleen maar fighting Pokémon hebben. Nou, daar blaas ik dan zo doorheen. Ja, nou ook dat. Daar is op zich ook wel weer wat voor te zeggen natuurlijk. Want zolang als je bij je team maar de goede tweede type hebt van een Pokémon, dan is het op zich allemaal wel een beetje te doen. Denk bijvoorbeeld aan een Lapras die water en ijs is, of een Dewgong die water en ijs is, die allebei evengoed nog wel oké zijn tegen een gras-Pokémon. Ja, precies. En als je dan een Lantern erbij doet die electric en water is, dan heb je ook tegen je watersoortgenoten kun je daar wat tegen doen. Dus op zich is het helemaal niet zo erg om 3 keer hetzelfde type te hebben, alleen inderdaad niet standalone. 3 keer enkel water of 3 keer enkel fighting, dat soort dingen. Dat gaat nooit lukken. Nee, nou, en dan als laatste, wat ik zelf in ieder geval, want ik hoorde je zeggen, dat is ook de reden waarom ik vaak pas later in een league begin. Iedereen begint op rank 0. Iedereen die goed is in bijvoorbeeld de Ultra League zal nu ook nog wachten. Als ik dan goed zou zijn in de Ultra League, dat is niet zo, maar dan zou ik in ieder geval niet dag 1 beginnen, maar bijvoorbeeld dag 3 of 4. Ja, precies. Nou is het op dit moment natuurlijk niet echt nodig om later te beginnen. Ja, behalve misschien voor je eigen motivatie inderdaad. Ja, oké. Omdat je inderdaad omdat het op gewonnen battles gaat. Dan is het minder relevant voor je ranking. Daar heb je gelijk. Klopt. Ja. Maar ik snap het ook wel inderdaad dat als je zoiets hebt van nou, ik heb nu 5 keer achter elkaar verloren. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Dus ja, wat dat betreft zou ik inderdaad jouw tip ook in acht nemen. Wacht gewoon een paar dagen. Ja, ik had dat vorig seizoen echt heel erg hoor. En ik speel dan Premier Cup, want ik vind het leuk om juist daarin wat meer, en dan wel van de Master League, maar die heb ik de laatste tijd veel gespeeld. Dat gaat op zich best goed en ik heb nu een team waar ik echt achter sta. Ik was in het begin had ik een net iets ander team. Ik heb maar 1 Pokémon uiteindelijk aangepast. En daar verloor ik bijna alles mee. En toen was inderdaad de motivatie weg. Dus dat is wel ook belangrijk. Snap ik inderdaad. Oké, draaiboekgewijs zijn we aangekomen bij de afsluiter. We hebben het toch voor elkaar gekregen om de opening en de afsluiting ongeveer op de plek te hebben waar we ze wilden. Ja, onverwacht. Dit is best wel onverwacht. We kunnen wel eens wat chaotisch zijn. De dingen, Dennis, die je nog wilt delen met mensen? Niet op dit moment eigenlijk. Ik denk dat we een aardige podcast hebben gehad. Een aardige eerste meta-podcast hebben gehad. Zo. Is wel wat langer dan we hopen dat die wordt. gebruikelijk, gemiddeld genomen. Maar we zitten nu op 43 minuten. Is in ieder geval nog binnen het uur. Ja, true. Dat is waar. Dat is waar. Ja, als we gewoon tussen half uur en uur doen, dan is dat misschien wel een ding, ja. Ja, ik denk dat ik dan altijd wel tevreden ben. Ja, snap ik wel, ja.
Okay. Nee, ik heb verder inderdaad ook geen dingen meer die ik wil delen. Anders dan dat ik als mensen ooit deze pilot gaan luisteren. Hè, want dit wordt niet de eerste aflevering. Die gaan we binnenkort opnemen. Ik moet straks even babbelen. Ja. Maar om dan, als je de pilot ooit terugluistert en denkt van... Hey, maar dit is leuk. Mail dat ook even naar info@mvp.nl. Of stuur mij dat eventueel Dennis via Facebook. En als jullie vragen hebben, mag je dat ook doen. En als je de naam echt heel stom vindt en je hebt beter ideeën, mag je daar ook nog suggesties voor indienen. Ja, graag zelfs. Want ik ben wel heel benieuwd hoe origineel mensen zijn qua naam voor een Pokémon podcast. Ja, en ik denk dat we er dan zijn. Nou heb ik geleerd, ik luister wel eens podcasts. En die eindigen altijd met mensen op te roepen om even te gaan volgen op Spotify of iTunes. Want op het moment dat je deze podcast volgt op Spotify of iTunes, alle andere, maar dat zijn wel de belangrijkste twee volgens mij, dan komen wij beter in beeld bij mensen die in het algemeen zoeken naar podcasts. Hoe meer volgers je hebt, hoe meer aandacht je krijgt en hoe meer mensen ernaar gaan luisteren. En daardoor kunnen wij natuurlijk ook deze podcast weer verder ontwikkelen. Dus mocht je nou denken van, oh ja, ik vond het wel leuk om dat slappe gehouden van Dennis en Jeffrey, met af en toe ook nog nuttige tips, vaker te luisteren, dan subscribe je even op onze podcast. Wat mij betreft was hem dat voor deze week. Dennis zei net ook al, dus wil ik in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. En we ontvangen graag al jullie feedback. En tot de volgende week. Yes, bye bye. Bye.